Kleed gaat in een lang gewaad. Haar jurk speelt een belangrijke rol in de illusie. De illusionist kijkt haar diep in de ogen, alsof hij haar in trance wil brengen. Zo probeert hij u te overtuigen dat hij een meesterhypnotiseur is. De assistente doet alsof de illusionist haar volledig in zijn macht heeft. Hij legt haar op de tafel en haar lichaam lijkt slap te worden. Nu begint de levitatie. Ze lijkt te zweven. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Hij haalt zijn hand onder haar lichaam door om te laten zien dat ze nergens op steunt. En nu haalt hij de koepel om haar lichaam heen om te bewijzen dat ze niet aan draden of kabels hangt. De hoepel is massief. De illusionist wekt de indruk dat hij haar met de kracht van zijn handen weer laat dalen. Langzaam komt ze weer in haar oorspronkelijke positie te liggen en wordt uit haar hypnose gewekt. Als u dit thuis eens wil proberen, het gaat als volgt. Allereerst hoeft u om te zweven niet gehypnotiseerd te worden. Een beetje zware machinerie en een avondjurk zijn genoeg. Kijkt u maar eens goed. Als de jurk van onze assistente niet goed gedrapeerd is, zien we dat ze op een soort platform ligt. Het platform is zwart, zodat het niet afsteekt tegen het gordijn. Het zit vast aan een hydraulische vorkheftruc die achter het gordijn staat. Op een seintje van de goochelaar tilt de magische bestuurder van de vorkheftruc het platform op. Als u ziet hoe het gedaan wordt, blijft er weinig magie over. En die massieve hoepel dan, die om het lichaam van de assistente heen wordt gehaald. Dat is puur gezichtsbedrog. Het lijkt alleen maar alsof de hoepel helemaal om haar heen gaat. Aan de achterkant zien we dat de stang die aan de vorkheftruc vastzit verhindert dat de hoepel helemaal heen en weer wordt bewogen. Maar door de vingervlugheid van de illusionist lijkt het alsof dat wel zo is. En dat is het geheim van deze klassieke goocheltruc. Dit is de enige manier om te kunnen zweven.